Dit is Trudo FM. Maître Guim, est-ce que tu m'aimes? Hou je van mij? Ja, bij onze gespreksonderwerpen hier, als een micro dicht staat, dan kan je daar soms wel vragen over stellen, hè, Joris? Zo is dat, Tim, maar onze verhouding blijft alleszins puur vriendschappelijk. Puur vriendschappelijk en collegiaal, ja. Zo is dat. We hebben hier een nieuwe gast. Ik had hem al aangekondigd. Gunther Reniers. Op enkele weken tijd zijn er 11.000 tickets verkocht van Theater de Roxy, in Theater de Roxy. Gunther Reniers van Theater de Roxy, die boomt. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. We nodigen hem graag uit voor een toelichting van het seizoen 2015-2016. Welkom hier in de studio, Gunther Reniers. Ja, dag Joris. Dag Tim. Bedankt voor jullie uitnodiging trouwens. Wel, heel graag gedaan. Gunther, we gaan eens even terug naar de beginperiode. 5 jaar geleden, dan stelde je de vraag van gaat het wel werken? Gaan we de zalen wel vol krijgen? Gaat het publiek de weg wel vinden naar Theater de Roxy? Nu 5 seizoenen later is Theater de Roxy een fenomeen geworden in Sint-Truiden. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. Welke vragen stelde je nu? Welke zorgen heb je nu? Hoeveel tijd heb je nu om al mijn zorgen te aanhoren? Nee, het is inderdaad waar. We wisten niet wat zou het geven. Het was, we hebben daar een jaar in dat pand in de Rijschoolstraat gewerkt. Terwijl we niet wisten wat zou het opleveren, zou dat lukken. En nu inderdaad, het is gelukt. De mensen komen massaal. Ons doel was, ze zeggen altijd, je moet een bedrijf 5 jaar geven om te zien of het scoort. En ons doel was eigenlijk een beetje het, ik weet niet of de mensen dat kennen, het Antwerpse Fakkeltheater, dat een beetje doen in Limburg. Dus bekende stukken met bekende mensen brengen. Ze doen dat daar al jaren in Antwerpen, vlakbij de Grote Markt. En we wilden dat hier doen, dat bestaat hier eigenlijk helemaal niet in Limburg. Ik ga graag op reis en ik zag bijvoorbeeld in Parijs en Londen, zie je overal kleinere stadstheaters. En dat kan perfect bestaan naast de grote theaters die gesubsidieerd zijn. En we dachten, we gaan het proberen. Ja. En het is, we hebben daar een beetje de lotto mee gewonnen. Want het is gelukt. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf, Joris. Dat weet jij ook. Hè. Absoluut. En daar hebben we al vaker gesprekken over gehad. Ja. Jullie hebben er enorm hard in gewerkt. Gunther, hoe ervaar je dit succes nu zelf? Ja, dat is heel fijn. Ga je soms zweven als je die nu op iets meer dan een week tijd, 11.000 tickets, dat is ja, dat is fenomenaal. Ja, dat is vooral niet zweven, maar zweten. Want deze week waren we uitzonderlijk elke dag open om de abonnementen en zo van de mensen te noteren en in de computer te brengen. En dan, we mogen op die 11.000 tickets geen fouten maken. En de mensen mogen ook hun voorkeurplaatsen zeggen en de voorstellingen. Sommige gezelschappen die niet zo vaak naar de Roxy komen, die waren dan snel uitverkocht, moesten we de acteurs bereiken om extra voorstellingen te doen en zo. Dus dat is wel heel hectisch om iedereen tevreden te stellen, maar na deze drukke week kunnen we zeggen dat het gelukt is. En vanaf morgen, zaterdag, zijn we dus open elke zaterdag en maandag om nog tickets te verkopen. Want voor alle duidelijkheid, er zijn terug voor alle voorstellingen tickets. Voor Kathleen, die binnen 2 weken al speelt in haar show Las Molders, zijn het wel de laatste tickets. Dus daar moeten de mensen snel voor zijn. Zij speelt nog op 18, 19 en 20 september. En ze was hier vorige week, Joris. Absoluut, maar we gaan het zo dadelijk nog even verder over haar hebben. Ja. Maar ik wil eerst even die samenstelling van dat boekje, dat doe jij ook volledig zelf, daar ben je dan is mee bezig buiten het seizoen, want dat moet allemaal op voorhand vastgelegd worden. Voel je daar een druk in die samenstelling? Want het wordt maar altijd beter. Kan je nog beter worden? Ja, ik ga samen met Yves Kaspar, ook van de Roxy, gaan wij heel vaak overal kijken. Ondertussen worden we gelukkig daarvoor op de hoogte gebracht van kijk, er is een nieuw stuk met bijvoorbeeld nu met Lea Thijs. Kom je niet kijken, want misschien is het ook iets fijn om in Limburg te spelen. En dan doen wij dat en dan dus wij stellen dat volledig zelf samen. Wij hebben nogal een smaak die het grote publiek heeft eigenlijk. En dat is ons grote geluk. Want we zien dat zelf ook allemaal graag. Het is niet dat we zeggen we pakken zomaar iets, maar daar zal wel veel volk naartoe komen. Nee, we zien dat echt zelf graag. En dan blijft het ook heel fijn om te doen. We gaan overal kijken, in Mechelen, in Antwerpen. Volgende week gaan we naar Zee, gaat iets nieuws in première. In het Colisée, dat is zo'n beetje hetzelfde als de Roxy, maar dan in Blankenbergen. En we doen zelfs een samenwerking, maar daar zal ik het straks nog over hebben. En
we proberen dat zo boeiend mogelijk samen te stellen. Nu, je moet een paar hoogtepunten hebben om je programma echt te laten opvallen natuurlijk. Hè, dat het, want het aanbod is zo groot in heel Limburg. En dat is nu wel goed gelukt. Ja, jullie hebben namen om van achterover te vallen. Jode Meijer, een van de topacteurs op dit moment nog altijd. Die ook zegt van kijk, ik aanvaard niet meer elke rol. Ik maak keuzes en die man komt naar Theater de Roxy. Ja, dat klopt. Maar ik zal je een geheim vertellen, Joris. Als jij naar Jo de Meijer zijn manager belt, komt hij ook naar hier. Maar dat kost gewoon een beetje geld. En dat is bij ons niet anders. Ik heb nu wel het geluk, het stuk dat hij speelt is met Lea Thijs en Guillaume de Vos. En Lea en Guillaume ken ik heel goed, zijn vrienden van mij. Ik heb altijd les gehad van Lea. Ja, Joris, ik heb les gevolgd om te acteren. En dat hebben we nog eens gehoord, dat was, die vraag, maar ik heb ze niet gesteld. Nee, dat was in het conservatorium in Brussel en het contact is altijd goed gebleven. En als ik dan hoor dat zij is nu pas 70 geworden, dat nieuwe stuk heeft over acteurs dan nog. Ja, dat konden we niet laten liggen en dan. Is het de hoop dat het snel vol zou zitten. En dat lukt wel. Allee, en dan gaat het wel. Het is nu niet op zo'n avond, ik durf dat eerlijk zeggen, dat is niet de meest winstgevende avond natuurlijk, maar dat is wel interessant voor uw programma boeiend en speciaal te houden. Ja, en dan is er nog die andere grote klapper, Ann Tuts en Zwartenbroeks. Ja, inderdaad. Dat is een beetje een grappig verhaal. Ik had een gastrol gedaan bij FC De Kampioenen een paar jaar geleden. En het klikte goed met Ann Tuts. Ann Zwartenbroeks was er toen nog niet bij in die scène. En dan dachten wij, we gaan voor het Limburgs Amusementstheater. We gaan Ann eens contacteren. Want Yves had nog lesgegeven, toneelles, aan haar dochtertje. Dus we hadden allebei wel een contact met Ann Tuts. En dan zei Ann... Al heel graag, maar welk stuk? En dat hadden we eigenlijk nog niet in ons hoofd, welk stuk. En dan zei Anne, ik weet misschien wel iets. En een kwartier later belde ze terug en ze zei, mag mijn beste vriendin Anne Zwartenbroeks ook meedoen? En mag zij dat stuk schrijven? Ja, dat was voor ons alweer een godsgeschenk. Want als zij dat wilde doen bij ons in de Roxy en Yves en ik speelden dan ook nog zelf mee. Ik speel de man van Anne Tuts en Yves van Anne Zwartenbroeks. Dat is fantastisch. Hè? Dus zij schrijven echt in opdracht van jullie? Ja. We zijn nu de eerste schrijfsels aan het lezen en het wordt heel plezant. We zijn trouwens nog op zoek naar één acteur, Joris. Nee, er komt nog één acteur bij, maar die naam die wordt later toegevoegd aan de cast. Je mag die altijd vertellen als je hem al weet natuurlijk. Er zijn er een paar in roulatie, maar dat moet nog bekeken worden met Anne en met het management van de betrokkenen. Ja, het blijft nog allemaal een beetje spannend. Ja, moeten we toch een primeur hebben tegen dat mei is ook. Hè. Gunther, ja, jullie zijn denk ik bijna fulltime bezig met de Roxy. Eigenlijk wel, ja. Yves nog meer dan ik, want Yves doet ook al de administratie van Theater de Roxy. Daar komt toch wel heel wat bij kijken, ook met sponsoring. De belastingen doen natuurlijk ook mee, dus alles op een hoop moet toch wel mooi in orde zijn. En dat is Yves, zijn grote taak. Yves regisseert ook heel veel stukken. Ik doe meestal de comedies. Yves doet de andere projecten, zoals nu dit jaar de Kalendermeisjes bijvoorbeeld. Dat is echt zijn ding om zoiets te maken, met vaak ook met muziek. De show van Kathleen heeft Yves ook samengesteld en geregisseerd. En ik ben meer de man van de comedie, dat doe ik heel graag. Dus dat is wel fulltime, ja. Maar ik probeer toch nog af en toe tijd te maken echt om daar dingen ook buiten te doen. Bijvoorbeeld vandaag speelde ik in Houthalen twee poppenvoorstellingen met het marionettengezelschap Houtenkop. Trouwens ook een Truinse gezelschap. En met de steun van de provincie, van den Hoven, Ludwig van den Hoven, onze oud-burgemeester. Hij sponsort Houtenkop en zo kunnen wij heel de provincie Limburg op een voordelige, een goedkopere manier de voorstelling aanbieden, dankzij de steun van de provincie. Als er nog trouwens nog lagere scholen zijn die geïnteresseerd zijn, neem gerust contact op, want er is nog budget. Ja, ik vraag me af, jullie dag bestaat toch ook maar uit 24 uur, blijft het nog allemaal ontspannend voor jullie, zo'n druk leven? Ja, soms het is wel af en toe stresserend, maar het is zo fijn om te doen, omdat je echt alles wat ik ooit in mijn hoofd had om te mogen doen, kan ik nu doen. Dus dan bespreek ik met Yves de stukken en zo, en dan zeg ik, ik zou een keer graag dat doen of dat, en hij ook, en dan, dan doen we dat gewoon. Als we de rechten vastkrijgen, want niet alles mag je zomaar spelen. Dus dat zijn rechten die je moet betalen. Hè. We beginnen nu met de komedie van Camoletti, dat is een stuk
dat wereldwijd wordt gespeeld, ja, dat is niet goedkoop. En dan moet je die rechten betalen, dan weet je niet, gaat het lukken? Heb je nog geen decor, heb je nog geen acteurs? We hebben daar nu ook een paar bekende gezichten bij gestoken in oktober. Allee, gestoken klinkt een beetje... Het gaat dan over niet te geloven. Hè? Ja, niet te geloven, ja, ja, ja. En het staat echt wereldwijd op dat fiche. En dat wou ik zo graag doen, omdat het ook met een kleine groep is. En, allee, we zijn met 6 acteurs nu en het is zo plezant en zo leuk. Ik had het al een paar keer gezien op onze reizen dan, in verschillende talen. Maar gevoeld dat het overal aanslaat. En dat moesten we zeker doen. Hadden we 3 jonge dames nodig, die er dan ook nog goed uitzien. En we hebben die gevonden. Want trouwens, Elke van Elderen van VTM maakt daarin haar acteerdebuut. En ze is nu al nerveus. Wel, we willen haar hier ook nog eens te gast hebben bij Trigger. Ik zal het haar zeggen. Wel, zeker en vast doen. We gaan het er ook zo dadelijk nog verder over hebben. Gunther, ja, de Roxy bestaat nu 5 seizoenen. Welke zijn de grote veranderingen? Een van de grootste veranderingen is eigenlijk dat, jammer genoeg, onze kinderprogrammatie er is bij ingeschoten. Het was praktisch bijna niet meer te doen. We hebben maar 1 zaal van 200 stoelen. En wij moesten te vaak decors en zo afbreken om daar toch nog snel een kindervoorstelling te zetten. Het is jammer, want de Mini Roxy, zo heette ons aanbod, was heel populair met volle zalen. Maar het is nu een beetje overspoeld door de verschillende comedies en de gastgezelschappen. En ja, we hebben moeten keuzes maken. Dankzij ook CC de Bogaert, die een heel goed kinderaanbod hebben, kunnen zij dat eigenlijk perfect overnemen en dragen. En dat gebeurt ook. We hebben wel nog de grootste kindervriend. En die komt wel langs in de Roxy met een exclusieve show speciaal voor de Roxy. Wel, dat is iets voor Tim dan. Sinterklaas komt voor jou, Tim, als je braaf bent dit jaar tenminste. Ja. Oei, oei. Gunther, met welke veranderingen ben je zelf het meest tevreden? Want ik weet, we konden jou bereiken in het begin jaren op alle mogelijke momenten van de dag. Zat je op het toilet, zat je in het warenhuis. Overal was Gunther en Yves bereikbaar. Is dat nu nog zo? Nee, dan konden we niet meer blijven volhouden natuurlijk. We hebben dat een beetje moeten inperken. Die openingsuur om te bellen bijvoorbeeld is van dinsdag tot vrijdag van 4 tot 7. En dan tijdens de openingsuren van onze ticketbalie op maandag en zaterdag. Zondag niet, Facebook kan ook niet meer. De mensen vroegen mij op de meest mogelijke manier inderdaad voor tickets. En dan ontstaan er foutjes en dat kan en dat mag natuurlijk echt niet. Dus nu we zijn strenger geworden. Professioneler ook. Ja, voilà. We wilden op het begin we wisten niet wat het zou geven, veel volk aantrekken. Maar we zien nu dat het lukt en dan hebben we ook de mogelijkheid om strenger te zijn. Dus het is een beetje meer gestructureerd. We hebben ook een computerprogramma voor onze ticketing. En dat is dankzij iemand uit Diest die dat heeft gemaakt. En daar zijn we heel erg tevreden over. Dus de mensen kunnen op www.deroxy.be zelf een zeteltje kiezen. En dat is wel grappig. Dan gaan we slapen en zijn er bijvoorbeeld 10.500 tickets verkocht. En dan worden we wakker en zijn er 11.000. Dus het is wel fijn. Ja, een ander belangrijk punt van jullie in Theater de Roxy, jullie band met het publiek is altijd heel sterk geweest. Ja. Daar hamerden jullie ook op. Ja. Jullie waren ook heel vaak aanwezig, zowel aan de kassa als aan de drank. Ja. Is dat ook nog altijd zo? Zelfs voor de voorstellingen, na de voorstellingen, jullie waren er altijd? Ja, dat doen we. Proberen we ook nog heel veel te doen. Nu, u zal zien in onze programmatie dat wij bijna in elk stuk ook meespelen, Yves en ik zelf. En dan wordt het soms wel moeilijk om voor de voorstelling daar ook te zitten. Maar daar ondertussen is ons team van medewerkers gegroeid wel. En af en toe kunnen we dan ook iemand anders zetten. Maar het is soms zo druk en ingewikkeld dat we denken, we doen het snel nog zelf. En voor de voorstelling de mensen aan die kaartjes helpen. Maar de meeste, omdat het nu zo'n hoge vlucht heeft genomen, hebben de meeste mensen al hun ticket. En dus gaat het eigenlijk ook vrij vlot aan de ingang. Maar af en toe gaat je mij daar nog zien zitten. Ja. En de toog, daar maken we een erezaak van, die blijven we ook zelf doen. Dat is heel plezant. Hè. En Joris, we moeten een kat noemen of zoiets. Hè. Wat je zelf doet, kost minder. Hè. Uiteraard. En zo blijft de band met het publiek behouden. Ja, voilà. De mensen vinden dat tof. Ik ga vaak naar Ruud en Sven kijken in Antwerpen, de Ridderfamilie. En zij doen dat daar ook. En ik vind dat echt geweldig. Ja? Dus Sven de Ridder hangt uw jas op in zijn vestiaire. Als je naar het echt Antwerps theater gaat, ja, dat is toch chapeau eigenlijk. Hè. Absoluut. Laatste vraagje voor dit eerste gedeelte. Nu op dit moment, Theater de Roxy is een fenomeen, een hit hier in Sint-Ruiden. Hoe zien jullie het over 5 jaar? Want het wordt altijd maar moeilijker en moeilijker om het even goed te blijven doen en nog beter. Want dat verwachten de mensen ook. We hadden het net al een beetje over die druk
die er toch wel is om het te blijven goed te doen. Hoe zie je de theaterdirectie over 5 jaar? Wij hopen dat het zo blijft lopen natuurlijk. Dan zouden we wel heel, heel, heel tevreden zijn. Je kunt het niet inschatten. Stel, Yves of ikzelf, wij worden ziek, dat kan allemaal. Hè. Dan, want we zijn natuurlijk allebei zelfstandigen. Dan is het dan een heel ander verhaal. Of er gebeurt iets met het gebouw, of weet ik veel wat. Wij huren de Roxy, dus het is niet onze eigendom. Dus dat is allemaal koffiedik kijken. Maar wij hopen op hetzelfde elan verder te kunnen gaan. Dan zou ik al heel erg blij zijn. Wij proberen ook constant te zoeken naar vernieuwingen. Bijvoorbeeld de show, de moppenshow, de Vedette, is er dit jaar niet bij. Een beetje, maar dat wil niet zeggen dat de vedetten nooit meer terugkomen natuurlijk, want het was een mega succes. Maar we willen gewoon zorgen dat het boeiend blijft voor het publiek. En vandaar ook telkens die nieuwe namen en die een paar tradities die we wel proberen in ere te houden. Maar toch ook zorgen voor altijd die vernieuwing. En daar zijn we nu alweer mee bezig voor 2016-2017. Wel, wij gaan het zo dadelijk hebben over de voorstellingen en de gezelschappen van dit seizoen. Blijf dus zeker luisteren voor het tweede gedeelte van dit interview. Even een streepje muziek. Dit is Trudo FM. Trudo FM.